Wat voor plannetjes heb jij gemaakt om te zorgen dat Shine zo snel mogelijk een hype wordt? Nou, we bestaan een maand en we nou al op tv, dus volgens mij gaat het hartstikke goed. Fast, just too many things in my head.
Kijk, als je een beetje intensief, speelt, en je kan iedereen vertellen, dan... je ziet mensen in je band, zie je gewoon vaker dan je eigen vriendin. Dat is gewoon zo. En voor de rest eigenlijk, het enige wat je niet met ze doet, wat je niet met je vriendin doet, is dat je niet met ze naar bed gaat. Maar voor de rest doe je alles met ze. Doe je ontbijt met ze, je reist met ze, je staat met ze op. Je ziet de leuke dingen, je ziet de slechte dingen, alles. Dus ik kan me zoals bands die inderdaad dan altijd in de pers over uitweiden, ik zal geen namen noemen, maar dat ze zo vreselijk hekel aan elkaar hebben en zo. Ik geloof dat ik al weet waar je het over hebt. Dan kan je me nog helemaal niks meer voorstellen. En dan kan je wel zeggen van ja, dat, maar dan die 2 uur dat we op het podium staan, dat maakt dan alles goed. En dan moet je voorstellen dat je een maand op tour gaat en je doet in die maand 20 optredens. En dan heb je dus 40 uur heb je het naar je zin gehad en 30 dagen kan je elkaar wel schieten. Nou. Dat kan niet. Dat kan, volgens mij kan het uiteindelijk, ik denk dat het ook eindelijk altijd terugslaat op je muziek. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je elkaar recht in je ogen kan blijven kijken. Als jij op een of andere manier ook maar enigszins een soort van antipathie tegen mij zou hebben en ik zou op dat moment zeggen van ik weet niet of niet, ik vind wat je nou speelt, vind ik echt, dat vind ik echt zo slecht. Dan zou je me gewoon meteen weglopen of je zou je instrumenten neersmijten of je zou mij iets gaan verwijten of iets dergelijks. Begrijp je? Dus die openheid moet er altijd wel zijn. Van de Flowers, is daar een jaar van ellende aan vooraf gegaan? Teleurstelling? Of waar bestond dat uit? Die beslissing bedoel je? Ja, dat is ook zo'n vraag die zich zo vaak gesteld heeft. Maar dat is zo'n complex van... Heel veel mensen willen dat nog steeds weten, hoor. Waarschijnlijk. Ja, maar het is heel vervelend voor jou. Ja, maar de catch 22 is denk ik gewoon omdat mensen dat nog steeds willen weten, is omdat ik er geen echt eenduidend antwoord op kan geven. En daarom blijven ze dus vragen. Nee, want ik kan niet echt zeggen van het is alleen dat of het is alleen dit. Het is echt een complex van factoren. Ik bedoel, maar die ook tegelijkertijd heel veel met elkaar te maken hebben. Maar voor jezelf, waar
Nou, ik voelde gewoon meer band dan band. Meer band dan band? Ja. Vond ik wel een paar mensen. Dat vind ik toch ben gewoon wel vrij essentieel. En dat soort dingen kunnen wel opgelost worden als je tegelijkertijd in een bepaalde richting gaat. Waar alle neuzen dezelfde kant op staan. Ook muzikaal, ook qua carrière dan of zo. Maar dat meen ik eigenlijk ook helemaal niet zo. Dus ook dat hele. Mensen willen het natuurlijk wel heel graag weten, omdat er gewoon in elk stukje nu nog steeds wat je leest staat van. Veto Flauw staan op punt internationaal door te breken en dan kapte meneer Janssen kapte mee. Een soort mythe die destijds is. Ja, dat is een soort mythe die er is ontstaan, die helemaal geen voedingsbodem heeft gewoon. Want het enige wat er op dat moment aan de hand was, en wat ook een van de redenen was geweest, is dat op dat moment eigenlijk alweer gepraat werd over een volgende plaat. Nou, iedereen die lang genoeg deze business heeft rondgehouden, die weet dat op het moment dat mensen gaan praten van zich, moeten er niet eens nieuwe demos voor hangen. Die weet gewoon dat dat is het teken dat de promotie van de vorige stopt. Nou, dat het dus afgelopen is, toch? Mm-hmm. Nou, dus ik zou niet weten waar ik dan had moeten doorbreken, laat ik het zo zeggen. Hoe makkelijk of pijnlijk of vervelend was het om de Flowers-periode af te sluiten? Nou, het was vooral langdurig. Dat duurt nog steeds eigenlijk. Dat is het vervel. Nu, het is eigenlijk bijna meer zo dat het nu weer extra terugkomt natuurlijk. Want je staat nu weer in dezelfde zalen waar je toen ook hebt gestaan. Mensen trekken toch natuurlijk de vergelijking. Daar ontkom je natuurlijk niet aan. Dus het is nu eigenlijk veel dichterbij voor mij dan dat het de afgelopen 3 jaar is geweest bijvoorbeeld. Want toen was ik er op een paar moment ook helemaal niet meer zo erg mee bezig. En dan word je er ook een paar moment wel minder mee. Minder mee geconfronteerd, maar nu is dat natuurlijk wel weer heel sterk. Ja. En dat is wel iets waar we ook als band wel tegenaan moeten vechten. Maar ik heb wel het idee dat we absoluut niet hetzelfde pad bewandelen als de Flowers. Dus dat die vergelijking op een paar momenten wel ophoudt.